deze keer voor Boksel natuurlijk op de vuilnisbelt, tenminste op Banesveld, waar de oude uitkijktoren staat, die straks vervangen gaat worden door de nieuwe Tour de France. En door crowdfunding heb ik genoeg geld bij elkaar gekregen om hier daar een mooie nieuwe toren neer te zetten. Ik laat ook heel eventjes de omgeving zien waar nu de Aberdeen Angus of de groene woudrunderen lekker aan het grazen zijn. Ja, die scharrelen hier een kostje wel bij elkaar en ondertussen ga ik eens even onder de toren. Want die toren die is inderdaad zeg maar helemaal aan het verrotten, de oude toren dan althans. De trap ligt al op de grond, die is al omgevallen. Nou, die ligt dus hier zo. Maar onder de toren is het ook heel vervelend, want er groeien al paddenstoelen, dus het is levensgevaarlijk. En ik sta hier bij zo'n paddenstoel. Dus het wordt hoog tijd dat die toren vervangen gaat worden en daarvoor komt dan in plaats de Tour de France. Het zal medio 2017 gaan plaatsvinden en dan kunt u van hier een prachtig uitzicht hebben over het mooie Banesveld, onderdeel van Campina. Tot de volgende vlog voor Boksel natuurlijk.